Ze zijn naar eigen zeggen de eerste in heel Nederland. De transgender sportgroep Nijmegen. Veel transgenders voelen zich minder op hun gemak in normale sportclubs en zijn heel blij met de sportgroep, speciaal voor deze doelgroep. De kleedkamers zijn er gendervrij en de sporters kunnen dragen wat ze willen. De transgendergroep Nijmegen heeft het initiatief genomen om een sportgroep te beginnen. Omdat we zagen dat best veel transgenders niet gingen sporten. Ze vonden het moeilijk om naar een sportgroep te gaan, omdat er veel in mannen en vrouwen teams wordt gedacht en in mannen en vrouwen kleedkamers en hokjes. En ook omdat je heel bewust met je lichaam bezig bent. En dat kan in een bepaalde periode van je leven lastiger zijn. Nou, wij vonden het heel jammer natuurlijk dat mensen niet sporten. Dus nou, dan gaan we het zelf organiseren. We organiseren het met het vrijwilligersteam van de transgendergroep. Iedere maand doen we andere sporten. En soms gaan we op bezoek bij een ander sportteam, waarvan we al weten dat ze leuk zijn en geen stomme vooroordelen hebben. De eerste reacties waren hartstikke enthousiast. We hadden de eerste keer 16 mensen die kwamen sporten. En dat vinden we een hartstikke mooi begin. Dit is volgens zover wij weten het allereerste keer in Nederland dat er een sportgroep voor transgenders wordt opgericht. Dus het is best wel iets heel nieuws. We hebben al hiervoor al 2 jaar een sportdag georganiseerd. Gewoon 1 dag in het jaar. En toen ik daarvan hoorde, vond ik het al heel tof. Ik sport eigenlijk al jaren niet meer. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En dat lijkt me ook wel weer leuk, maar dan zit je toch met lastig. Ja, in een mannenteam, maar dan in de kleedkamer is lastig. Ik denk dat de houding tegenover transgenders in Nijmegen wel redelijk positief is in vergelijking met heel veel andere steden. We merken dat het in Nijmegen makkelijker is om dit te organiseren. Omdat de gemeente hartstikke positief staat tegenover transgender initiatieven en ons al jaren met van alles steunt. En omdat het COC heel inclusief is en omdat het algemeen een stad is met een hele sterke roze beweging.